U zit hier op de grond. Ja, op afwachting op het antwoord wat eruit zal komen. Want hij is in hoger beroep gegaan. En ik hoop dat hij wordt vrijgelaten. Want het is nu wel genoeg. Het enige wat ik kan zeggen is zijn vrijlating. En als hij niet vrijkomt? Dan gaan we het verder ontstappen nemen met de twee advocaten. Maar verder wil ik nog niet daarop ingaan. Laten we alleen hopen voor zijn vrijlating. Dat is waarvoor wij hier allemaal zitten. Hoe voelt u ze? Ik heb geen woorden voor. Als ik alleen een traan uit mijn oog laat rollen, spreekt dat al boekdelen. Niemand, geen enkele moeder wenst dat voor een kind die onterecht is opgesloten. Geen enkele moeder. Geen enkele moeder. Mijn enige wens is vrijlating voor mijn zoon, die opkomt voor de armen, voor het land en volk, rijk en arm. En we kennen hier geen Javaan, hier nu staan Chinees. Dat ding wil ik eigenlijk niet meer horen, we zijn Surinamers. Iedereen moet zeggen, ik ben een Surinamer. Ik ben, je zien me hier als een Javaan, ik ben geen Javaan. Dat zijn mijn voorouders, ik ben een Surinamer. Laten we zo met elkaar leven. Dan zijn we een stukje verder. Blijf Pakito vastzitten? Totdat er een ander besluit wordt genomen wel, ja. Ja. Dus hij wordt vandaag niet vrijgelaten? Als er vandaag een beslissing komt, en de beslissing is positief. Positief voor ons is dat ze in vrijheidstelling wordt gelast. Dan wordt hij natuurlijk in vrijheid gesteld. Maar de rechters hebben ons voorgehouden dat er uiterlijk maandag een beslissing komt. En dan horen we het wel. Dus er is nog kans dat er is nog kans dat er vandaag een besluit komt? Als ze de ruimte vinden om te beraadslagen vandaag, komt er vandaag een beslissing. Ja, ik had verwacht dat ik zou horen. Uw zoon is vrij. Daarom ben ik daar in die zon blijven zitten. Dat is het enige, nu hoor ik pas maandag. En na maandag, hoe verder? En dat maken we ieder vanaf zijn aanhouding. Iedere keer is het weer verlengd, hoe lang nog? Kom met bewijzen, kom met bewijzen. Antjan wil ik zeggen, heeft u een zoon? Als uw zoon onterecht opgesloten zou worden, u zou uw zoon direct vrij laten, dat weet ik. Laat mijn zoon vrij, omdat hij heeft gevochten voor land en volk. Hij heeft hart van goud voor Suriname. Hij zegt, wij zijn geen Javanen, Hindustanen, Chinezen. Wij zijn Surinamers. En ik denk dat u ook een Surinamer bent. Denk ook als wij. Ga naar de buurt en voel wat wij voelen. Tranen van moeder zegt boekdelen. U bent geen moeder, maar ik denk wel dat u een moeder heeft. En een moeder zou hetzelfde denken hoe ik denk. Dus laat mijn zoon vrij. Hij is opgekomen voor land en volk, voor arm en rijk. Ook voor u is hij opgekomen, want hij wil uw land. Uw land wil hij ook gezond maken. Niet zijn land, het is ons land. Dit land is ook niet van u, het is van ons allemaal. Dat alleen wil ik zeggen. Laat mijn zoon vrij. Ik moet eerlijk zeggen dat de feiten en omstandigheden, in mijn bescheiden mening, niet aanwezig zijn om hem nog langer vast te houden. En waarschijnlijk nooit aanwezig waren om überhaupt in verzekering te stellen. Dus we hopen op zijn spoedige vrijlating. Heeft hij zich uitgesproken over de steun die hij krijgt? Absoluut. Hij is erg dankbaar voor de steun die hij gekregen heeft. Hij heeft dat niet gedaan tijdens dit moment, want dit was een moment in de rechtszaal. Mm-hmm. Maar in de momenten hiertussen heeft hij constant aan de advocaten aangegeven dat hij nog steeds gelooft in datgene waarvoor hij geprotesteerd heeft. Dat hij nog steeds staat achter het vreedzaam karakter van het betoog dat hij georganiseerd heeft. En dat hij erg veel waardering heeft voor de ondersteuning die er is vanuit de gehele samenleving. Vanuit jullie als vrije pers om het werk te doen. Ook de wijze waarop jullie internationale collega's hebben geïnformeerd over wat er werkelijk gaande is. En vooral ook voor de broeders en zusters in het activisme die dit al heel vele jaren samen met hem doen. En die dit met hetzelfde gemak zou kunnen overkomen op het moment dat de regering niet bevalt wat jij over hen te zeggen hebt. Wat denkt u dat de motieven zijn geweest van het OM in deze om hem toch nog te blijven vasthouden zoals u aangeeft? Want u heeft aangegeven, er is geen reden eigenlijk om hem nog langer vast te houden. Wat wij wel hebben meegemaakt bij de zitting, is dat er rond het toegegeven is dat de wetgeving die betrekking heeft op COVID-19 vervallen wetgeving is. Er is ook niet uitgeweid over wat de gronden zouden zijn. En de verdediging heeft terecht aangehaald dat er bij de
eerste behandeling meer dan 13 punten aangehaald zijn en dat geen van die 13 punten vervolgens in die beschikking specifiek ontkend is of dat er specifiek ingegaan is daarop. En dat dat natuurlijk niet kan, dat er een danig motiveringsgebrek is. En zelfs daarna heeft het Openbaar Ministerie niet kunnen aandragen wat het exact is, wat dan de gronden zouden moeten zijn, in mijn bescheiden opinie. Dus het komt erop neer dat Pakito vandaag niet naar huis gaat, maandag misschien. Dat is het? Er is aan Pakito toegezegd dat er het oordeel maandagochtend in het eerste dagdeel bekend zal zijn. Ik denk daarbij dat er een beetje slag om de arm gehouden is. Mocht men vandaag tot de oordeel of eerder tot de oordeel kunnen komen, is de rechtmatigheid natuurlijk altijd dat je probeert zo vroeg mogelijk, dat als dat oordeel is dat iemand vrijgelaten zou moeten worden, dat je er zo vroeg mogelijk voor kiest om dat te doen. Maar er is toegezegd dat het in het eerste dagdeel op maandag zal gebeuren.